Het stormt in Nederland en in België ook waarschijnlijk. Ja, dat lijkt me eigenlijk best wel logisch, want België en Nederland liggen best wel dicht bij elkaar. Maar het stormt! Kiara was vorige week en blijkbaar was dat heel erg heftig. Ik vond het reuze meevallen, het waaide hard, maar het viel allemaal mee. Af en toe brak er een takje af. Ja, het water stond hoog, als je dat niet weet. Het water stond best wel hoog waar ik woon. Overstroomde het zelfs een beetje. Maar het viel allemaal wel mee. Nu heb je ook nog eens Dennis, Storm Dennis. En ja, we gaan het allemaal zien, jongens. Maar zo'n storm of aardbeving of wat dan ook, die zijn hier nooit zo heftig in Nederland en België. Daar hebben we altijd best wel veel geluk mee. Maar in deze landen, zoals je hier ziet, dit ziet er best wel heftig uit. Allemaal. We gaan eens even kijken hoe dat dit er hier allemaal aan toe gaat bij deze mennen. Oké, dit is een heftige aardbeving hier, man. Dus ik zie het allemaal in paniek rennen, allemaal naar hun busjes. En tuk-tuks en zo zijn het allemaal daar, die wagentjes. En ze denken, wow! Er zitten gewoon mensen onder daar zo. Nee, joh. Oh, kijk, hier zie je het. Nee! Oh, nee, dit kan niet. Hoe kan... Hij is net op touw. Oh, hij zit er net onder. Hij zit er net onder, maar hij zat niet onder het ergste gedeelte. Hij zat wel onder een stukje dak. Nou, ik zie hem volgens mij nog net tussen die stofstorm doorlopen. Holy damn. Er stort in één keer een poort in of zo. Wat het ook moet voorstellen. Je ziet die palen zelfs alle kanten op gaan. Iedereen rent als een gek op straat van in paniek. Paniek. Is die guy er onderuit of niet? Ik weet het niet. Zit... Oh, hij... Nee, dit kan toch niet, jongens? Dit is best wel heftig. Daar ligt iemand zeker. Ja, daar is die man die op die kar zat. Oké, we gaan door naar de volgende. Want in Japan was er in 2011 ook een hele heftige aardbeving. En het beweegt gewoon een gebouw. Het is niet de camera die beweegt. Het is dit gebouw wat beweegt. Oh, wat gebeurt er? En daaronder staan allemaal mensen. Hoe kan een gebouw zo erg bewegen? Nou ja, tuurlijk. Een aardbeving. Een hele heftige aardbeving. Alle gebouwen bewegen. Dit ziet er nog best wel grappig uit. Maar het is niet grappig, want het is best wel heftig. Stel, je zit in het gebouw. Je poept tegen je broek, joh. Je wil zo snel mogelijk naar beneden gaan. Je wil zo ver mogelijk van het gebouw vandaan komen. Want stel, hij valt om of wat dan ook. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. We hebben hier een filmpje met een iets mindere heftige aardbeving. Maar hij is nog steeds best wel heftig. En deze man die denkt van... Ik moet me vasthouden, anders val ik om. Oh, mensen vallen ook echt gewoon allemaal letterlijk om. Holy damn. Mensen die kunnen niet meer op hun benen staan. Hij kruipt over het zebrapad heen. Niemand rijdt verder, want er is een aardbeving. Ik denk dat er wel vaker voorkomt daar zo. En dan weten ze precies hoe ze erop moeten reageren natuurlijk, hè. Oh, kijk, mensen die gaan allemaal... Oh, allemaal op hun knieën zitten, want... Dit is echt heftig, joh. Damn, dit kan ik me echt niet voorstellen in Nederland. We hebben natuurlijk ook wel bij ons in Groningen dat we van die aardbevingen hebben. Maar dat is niet zo erg. Komt hooguit volgens mij soms een scheur of zo in een huis? Ik weet het niet. Ik kom zelf niet uit Groningen. Misschien kom jij uit Groningen. Laat het even weten. En trouwens, eventjes tussendoor. Op mijn achtergrond is het nog best wel leeg. Ik wil het lekker vullen met wat tekeningen van jullie of wat dan ook. Dus stel je hebt een leuke tekening, stuur het dan naar de postbus. Staat ook in de beschrijving. En misschien hangt de volgende keer jouw tekening al hierachter. Maar we gaan eens eventjes verder kijken. Kijken naar deze mannen. Ze zitten allemaal dus te hangen op straat. En wordt het nog minder of wordt het nog erger? Volgens mij valt het wel mee. Het is niet zoals het net begon. Dat we ook echt een poort hadden die nogal instortte. Holy guacamole. En in een supermarkt is het ook wel heftig. Deze is weer net een tikkeltje heftiger dan die vorige. Oh man. We gaan er steeds... ernstiger volgens mij, maar ik vond die eerste nogal heel erg schokkend eigenlijk, nogal schokkerend. Maar hier bewegen heel die schappen op en neer en we zien allemaal alles naar beneden vallen. Allemaal producten vallen overal naar beneden en nou, dit valt verder nog wel mee. Oh nee, dan wordt het weer erger. Ho, 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 alle moe, alle melken van het ook is, valt allemaal naar beneden, joh. Oh man, je zal maar daar werken nu en je moet alles gaan opruimen. Ik denk dat heel veel van jullie in de supermarkt werken en dan wel denken van no, niet mijn werkje. Nou, ik werk zelf ook in de supermarkt, of ik heb zelf in de supermarkt gewerkt voor 7 jaar en nou... Ik zou dit ook niet zo leuk vinden om zoiets te doen. We zien hier op een vliegveld in Japan ook een aardbeving. En zo ziet het er dus uit op een vliegveld. En in de supermarkt en op straat. We hebben het allemaal al gezien nu. Wat is dit heftig. Iedereen denkt, ik ga weg. Ik hoef mijn vlucht niet meer te halen. Ik ga niet op vakantie. Ik wil liever gewoon lekker thuis zitten waar het veilig is of zo. Oh, die borden daar. Nummertje C. Of nummertje C. Cijfertje C. Die cijfertje C. Lettertje C. Die breekt bijna af, man. Wat?
Oké, nou, ze rennen allemaal weg. Er zit er eentje op zijn knieën, want die kan ook niet meer lopen. Maar ik denk als je zo'n aardbeving voelt, dat je echt gewoon zwakker wordt of zo in je benen. We zien hier Mexico, 2017. Dat is nog maar 3 jaar geleden, jongens. En, oh, dit is een ander beeld hier zo, een andere kant. Het is best wel slechte kwaliteit. Oh, iemand is helemaal bang, helemaal te huilen. Ik snap het ook wel. Zoiets is volgens mij ook wel doodeng, hoor. En deze gebouwen, alles trilt natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen hoe dat voelt, een aardbeving. Jullie wel? Ja, trouwens, je hebt natuurlijk wel bij de Efteling heb je zo'n trilplaat. Nee, dat is heel anders. Dat is geen aardbeving. Kan je gewoon niet vergelijken. Maar hier stort zo te zien een gebouwtje in. Ai. Dit is no bueno, jongens. We zien ineens helemaal niks meer. Ja, dit is allemaal net ingestort. Oh, je ziet meerdere gebouwen gewoon helemaal instorten. Dus stel je zit op in een hoog gebouw, dan heb je niet per se een mooi uitzicht. Het is ook super eng. Je ziet alles gebeuren en je bent bang dat je eigen gebouw natuurlijk ook in gaat storten. Lijkt mij. Ik kan me niet voorstellen hoe dat voelt. En dan hebben wij hier Storm Kiara, Storm Dennis. Valt allemaal nog wel mee volgens mij. En we hebben hier in Alaska op een school. Hoe ziet dat eruit? Dit is... Oké. Ze gaan onder tafels. De leraar denkt van, oh, wat moet ik doen? En hij ziet alle leerlingen onder de tafel gaan. Hij denkt, ik ga er ook maar onder, dacht hij net zo. Holy damn. Hij houdt zich vast. Ze houden zich allemaal vast aan de tafels. Want je moet natuurlijk wel even dekking... Oh, stroom valt uit. Oh, er is stroom weer. Je moet natuurlijk dekking gaan zoeken voor de dingen die van het plafond vallen. Of misschien stort er iets in. Je moet schuilen onder dingetjes. Maar het gebouw is nog best wel sterk. Oh, dit moet best wel eng zijn, jongens. Ineens gewoon een aardbeving. Ik wist niet dat het bij Alaska ook gebeurde, zoiets. En dan hebben we hier Trinidad. Oké, ik zie daar iemand lopen met een gun in zijn hand. Wat heeft hij in zijn hand? Maar dit is een parkeergarage en vogeltjes flippen helemaal natuurlijk. Denken, wat is dit nou weer, jongens? Maar er gebeurt hier niks. Er gaat niks instorten. Er gaan wel autoalarmen af, zo te zien. Oké, dat moet ik dan maar niet doen. Het lijkt me wel eens spannend om zoiets mee te maken, maar... leuk niet. En in Chili kennen ze aardbevingen ook. En deze is heftig ook. 8.3. Magnitude 8.3. Ik weet niet precies wat het verschil is allemaal. Maar ik denk hoe hoger, hoe heftiger. Dit is ook op een vliegveld zo te zien of zo. Volgens mij wel. En je zit dan binnen in een gebouw. En dat lijkt me dus doodeng. Als er gewoon een aardbeving is en je zit binnen. Je bent toch bang dat het gebouw instort? Deze mannen zijn nog allemaal... Of mannen? Deze mensen zijn nog allemaal best wel redelijk rustig eigenlijk hieronder. Ik zeg gewoon eventjes telefoontje erbij en eventjes filmen. En hier heb je nog in Nepal. En dit moet één van de heftigere zijn. Want dit is nummertje 1, jongens. Dit is nummertje 1. Deze moet toch wel heel erg heftig zijn, lijkt mij. Maar, oh, oké, ja. Ze rennen allemaal over straat. En ze weten niet waarheen. Waar moet ik heen? Oké, er stort in één keer iets in. Maar daar zit hopelijk niemand onder. Want ik vond de eerste echt heftig. Het is wel een stukje minder allemaal. Zolang er maar niet een groot gebouw instort en mensen eronder komen. Dat hoeven we allemaal niet te zien, jongens. Naast aardbevingen hebben we hier ook nog wat stormen. Kijk, dit noem ik nou een echte storm. Dit is nou een echte storm. Je ziet gewoon een tornado. Dit is echt een tornado, of niet? Holy damn. Ja, dit is geen Kiara of Dennis. Nee. Dit is gewoon een tornado. Wat de hel. Alle daken gaan er vanaf. Nee, hebben we hier nog een hele heftige waarschijnlijk. Oh, er komt er één keer. Er wordt iets gevormd. Er wordt een tornado gevormd volgens mij. Je ziet allemaal dingetjes gewoon ineens door de lucht vliegen. En het zijn allemaal dingetjes van daken. Oh, wow. Oké. Dit was echt wel... Ik schrok er oprecht van. Mensen denken, ik ga naar binnen. Maar in Amerika zijn die gebouwen ook altijd zoveel slapper of zo. Hè? Het is van hout en de daken zijn een heel stuk dunner. Je zag het zo wegvliegen. Het zijn geen dakpannen. Het zijn gewoon hele andere daken. Oh, alles vliegt daar tegen de elektriciteit aan. En het flipt hem helemaal. Dan zien we hier nog zo'n elektriciteitsdingetje. Maar focus. Oh, daar ging de elektriciteit volgens mij. Focus. Focus nou een beetje, camera. Oké, holy damn. Nou, dit moet toch wel heftig zijn, hoor. Wel leuk voor een YouTube-vlog. Nee, maar dit is echt heftig, man. Allemaal dingen vliegen door de lucht. Je weet niet wat. Je kan, als je buiten loopt, in één keer zoiets op je hoofd krijgen. En je bent gewoon morsdood, hè. Dit is best wel heftig. Nou, oké. Oh, daar gaat de elektriciteitsmast. En we zien helemaal niks meer. Hij zit nu midden in de tornado, volgens mij. Je ziet letterlijk helemaal niks meer. En dit is nummer 1, de allerlaatste. En deze tornado gaat recht over de snelweg, of waar hij ook stilstaat. En hij staat gewoon te wachten. Oh, totdat die tornado, of wat het ook is, dichterbij komt. Je ziet hem. Oh, hij gaat voor hem voorbij razen. Oh nee, hij gaat toch maar achteruit rijden. Achteruit, weg hier. Als je er middenin zit, dan denk ik dat zelfs de auto ook gewoon mee wordt genomen door de tornado. Levensgevaarlijk. Oh, dit moet toch doodeng zijn. Dat ding komt recht op je af.
Achteruit. Oh, hij gaat ook gewoon recht over de snelweg, zeker, dat Tornado. Komt hij eroverheen? Ik weet het niet. Hij is gewoon ontsnapt, jongens. Het is hem helemaal gelukt om te ontsnappen van die Tornado. Wat een schokkerende filmpjes toch wel een beetje. Ik ben benieuwd of jullie meer van zulke dingen willen zien stormen. Of misschien toch wat meer satisfying dingetjes. Laat het allemaal weten. Laat een like achter op een even meer. En tot de volgende keer.